Tientallen bekende Nederlanders zijn slachtoffer geworden van deepfake pornovideo's die al tienduizenden keren zijn bekeken. En onder hen zijn leden van het Koninklijk Huis, politici, tv-persoonlijkheden en trouwens ook jij. Ja. Ja. Wist je het? Nee, ik werd hier best wel door opgeschrikt. Ik kreeg zaterdag best wel een brutaal appje van een AD-journalist. Die zei van, hey, weet jij dat jij figureert in allerlei porno-video's, deepfake-video's? Nou, ik kwam best wel hard binnen. Dus ik heb gevraagd aan mijn manager of ze het wilde opzoeken. Want ik vond het zelf heel naar om zelf op zoek te gaan. Ik heb het zelf ook nog niet gezien, overigens. Maar, en zij bevestigde mij dat ik inderdaad in meerdere van dat soort video's te zien ben. In, heel druk met allerlei smerigheden. Maar ja, ik ben er wel van geschrokken, vooral omdat het zo makkelijk lijkt te kunnen. Ja, jij zegt ik heb het niet gezien. Wil je het ook niet zien? Nee, ik wil het echt niet zien, nee. Nee, dat krijg ik dan weer niet van mijn netvlies af. En dan denk ik, oh, dat heeft iedereen dan gezien na vandaag, omdat het zo groot in de media is. Het staat voorpagina AD. Dan denk je zelf, word je zo bewust daarvan. Dus ik wil het echt niet zien, nee. Ja. En ik raad ook iedereen om het niet te gaan kijken. Want dan doe je precies wat die lui willen, toch? Het is een soort van het is een verdienmodel. Dus dan jaag je allemaal mensen toe naar de donkere krochten van het internet om naar die zooi te kijken, waardoor ze weer ontzettend veel geld verdienen. Ja, en dat is precies wat deze mensen willen. En wat daar precies in mag en niet mag, dat bespreken we zo. Richard Korf, jij bent advocaat. Jij staat een aantal mensen bij, vaak in jouw praktijk, die bijvoorbeeld aan de slachtofferkant zitten als advocaat. Dat je slachtofferadvocaat bent. Sta jij nu ook al mensen bij in deze kwestie? Ja. Ja. En hoe komen ze dan? Dan komen ze bij jou en wat vragen ze dan aan jou? Nou, de eerste vraag is eigenlijk altijd, hoe krijg ik dit eraf? Ja. Dat is niet per se gelijk advocatenwerk, want dat is soms ook speurwerk. En dat is toch echt aan politie en justitie. Want die kunnen kijken met welk IP-adres is iets geüpload. Die kunnen erachter komen wie zit daarachter, daar een inval doen. En dat je dan op de computer van meestal een of andere toetsenbordridder ergens op 3 hoog achter dat vindt. Dan kun je zeggen, hey, u hebt het gemaakt. U bent strafbaar. Maar je kunt ook via justitie kijken, kan ik een rechtercommissaris zover krijgen dat hij zegt, ik laat dat verbieden. Dus het wordt geband. Je kunt het civiel proberen, dus dan ga je zelf naar de rechter. Dus er zijn allerlei manieren om te kijken, kunnen we het wegkrijgen? En begint het niet gewoon ook met aangifte doen? Ja, als je justitie nodig hebt, dan zul je die aangifte wel moeten doen. En daar zit bij BN'ers gelijk een enorme hobbel. Want je wil eigenlijk niet nog meer aandacht op jezelf vestigen. En we hebben met jouw collega Welmoet Seidsma toen gezien, ja, dat dat heel veel aandacht genereerde. Hè? Want die heeft dit ook meegemaakt. Die meneer is vervolgd en veroordeeld. Ja, Remy, jij weet veel van het internet, hoe het erop komt. En misschien ook wel of je het er ooit nog af kan krijgen. Ja, dat is heel erg moeilijk. Deze video's die bestaan al een aantal jaar. Wat je al zegt, Helmoet Seidsma, het was een geval uit 2022 nota bene. Het waren alleen altijd hele incidenten. Het is nu in één keer op hele grote schaal dat het bekend is geworden. En het is inderdaad zonder aangiftes en zonder dat er ook gelukkig in dit geval of helaas groots aandacht voor is, is het heel moeilijk voor politie en justitie om hier echt stap in te ondernemen. Ja, maar is het eigenlijk zo, om het maar even heel cynisch te zeggen, als het er eenmaal op staat, dan krijg je het er eigenlijk bijna nooit meer helemaal af? Ja, als iets op het internet staat, dan is de kans groot dat er altijd wel een of andere internethufter is die zo'n videootje heeft opgeslagen en dan toch weer gaat delen via of zo'n website waar het in dit geval op staat, of via van die Telegram-groepen waar ook veel van dit soort ongein wordt gedeeld. Ja, ik had zelf ook juridisch advies over ingewonnen. En toen zeiden ze van, je kan het eraf krijgen als je aangifte doet en de juridische weg bewandelt. Maar het zijn vaak grotere organisaties die heel veel van dat soort domeinen hebben. En dan halen ze het ergens van af en dan dumpen ze het gewoon weer op een andere URL. Dus dat schiet je er echt mee op. Ja, precies. Het is echt water naar de zee brengen. Ja. En ik denk dat op termijn iedereen slachtoffer hiervan gaat worden. Ga je aangifte doen? Ja, ik ga wel aangifte doen. Niet per se voor mezelf, want ik geloof er zelf niet helemaal in, omdat er ook niet echt hele goede wet en regelgeving omtrent is. Ik bedoel, het is nog steeds niet strafbaar voor mij. Is Yeshu Girls daar nu mee bezig? Maar het is wel strafbaar. Er worden ook gewoon mensen voor veroordeeld. Ja, maar volgens mij is de wet seksueel misbruik. Ja. Als het gaat om digitaal, is nog niet er doorheen, toch? Daar zijn ze nu over aan het debatteren. Nou, okay. Vandaag wordt er in de Eerste Kamer over gedebatteerd, als ik het goed heb. En dat betekent dat het al door de Tweede Kamer heen is. Dus in die zin. En nu is er vandaag in de Eerste Kamer, Hanneke, ook in de Tweede Kamer al door veel Tweede Kamerleden gezegd, we moeten de boel nog meer aanscherpen. Wat zou u willen aanscherpen? Nou, vorig jaar is deze wet in de Tweede Kamer behandeld. En toen heb ik een voorstel ingediend dat eigenlijk zegt, dit soort beelden zouden ook een
seksueel misdrijf moeten zijn. Want tot dan toe was het eigenlijk vooral een privacy kwestie. Nou ja, maar, als je met iemands kenteken gaat klooien, dan is dat ook een privacy kwestie. Dit heeft natuurlijk veel meer impact op de slachtoffers. En ik snap ook heel goed dat jij zegt, ik ga die beelden niet bekijken. Je ziet nu dat het ook steeds breder gebeurt. Ja. En dan moet je ook voorstellen dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld een puberkind hebben, die dit soort beelden van klasgenootjes gestuurd krijgen. En die zeggen, hé, mama, wat is dit? Nou, ga dat gesprek met je kind maar voeren. Nou ja, dus dat is gewoon heel heftig. Het feit wat er op die scholen onderling natuurlijk ook gebeurt, waarin die kinderen ook in allerlei rare posities worden gebracht eigenlijk. En het is ook heel makkelijk te maken, want het overkomt nu heel veel BN'ers, maar iedereen die een foto of een video van zichzelf op internet heeft gezet, die kan hier eigenlijk slachtoffer worden. Nee. Nou ja, dat is 95% van Nederland. Maar om deze kwalificatie seksueel misdrijf aan te geven, moet je dan weer een hele route met wet en alle en regelgeving doen? Of kan dat vrij gemakkelijk eraan geplakt worden? Ik heb er vorig jaar een amendement over ingediend. Die is aangenomen door de Tweede Kamer. En dat voorstel wordt dus vanavond in zijn geheel behandeld in de Eerste Kamer. Ik ga ervan uit dat die wet er komt. Ja. Maar die is er nog niet, toch? Dat heb ik begrepen. Die zal dus heel snel geïmplementeerd worden. En wat er van belang is... Maar ik vind dat ook al raar, want we weten... 2021 heeft volgens mij die docu gemaakt erover. Dat we leven nu in 2024. Zou je denken dat jongens, er wel zullen we even alle misverstanden wegnemen. Het is al strafbaar. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is en die in behandeling is. Maar het is al strafbaar. We noemen het gewoon wraakporno, ook in de zittingszaal. Er is ook voor veroordeeld. Het is strafbaar sinds 1 januari 2020. Maar wraakporno gaat over echte beelden. Dit is natuurlijk nee, dat gaat dus AI, door die uitspraak van de rechtbank Amsterdam ook over deepfake beelden. Non-consensual deep news. Even kijken, want we zijn wel misschien iets verder gekomen. Misschien ook technisch gesproken trouwens iets verder gekomen. En dan 2022, toen Wilmoet Seidsma ongewild figureerde in een en ander. Je kunt handleidingen vinden hoe je zelf aan de slag kan gaan met die tools. Als je zelf helemaal geen verstand hebt van deepfakes, kun je ook gewoon verzoekjes indienen. Dus hier betalen mensen om bijvoorbeeld het hoofd van een influencer op een pornovideo te krijgen. Dit is echt op... request, zeg maar. Dit is gewoon echt op bestelling. Ja, het zou zomaar kunnen dat jij ook besteld bent. Dit zijn nepfoto's. Dit zijn dus nepfoto's. Gewoon mensen die naakt zijn gemaakt met software. Ah. En dan plaatsen mensen volgens zelf foto's van vrouwen in bikini, onbekende vrouwen in bikini. En die worden dan vervolgens genudified. Het kan ook met video. En hier zie je bijvoorbeeld iemand die vraagt: kun je mijn kleine zusje, je ziet echt dat het een minderjarig kind is, naakt maken. Ik ga er niet eens op klikken. Random, gewoon onbekende mensen die met hun gezicht op internet staan. En nu. In de porno staan eigenlijk. Fake my slutty sis-in-law. Ja, je ziet ook dat er dan 48 mensen reageren die daadwerkelijk hun best doen. Nu is het gek, hè, dat er dan staat, na tussenkomst van een rechter kan er een bevel worden doen uitgaan tot het ontoegankelijk maken van zo'n site. Waarom moet je wachten tot een rechter daar een bevel over uitspreekt? Omdat wij in onze maatschappij hebben afgesproken dat het recht van de sterkste niet geldt. Want het alternatief is dat je daar naartoe gaat en de stekkers uit de server rukt. Maar dat is natuurlijk een raar argument wat je nu zegt. Als ik door het rode licht rijd, dan krijg ik meteen een bon. Hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Nou, als jij het daar niet mee eens bent, dan komt er ook een rechter aan. Als ik het er niet mee eens ben, maar dat is wat anders. Dan zou je dat hier ook moeten doen. Ja, maar bekeuren is natuurlijk iets heel anders dan iets offline trekken. Iets in beslag nemen in feite, iets weghalen. En het is heel simpel. Het mag niet. Dus iemand die dit doet is per definitie strafbaar. Maar voordat je hem een straf geeft, daar komt de rechter aan. Maar als ik zeg maar cocaïne in een winkeltje verkoop, dan gaat de winkel meteen dicht. Ja. Dit is eigenlijk hetzelfde. Je doet iets wat niet mag. Het probleem is die winkel niet dicht. Het probleem is dat je niet weet waar die winkel staat. Dus deze beelden staan ergens op het internet. Die kunnen in Nederland gehost zijn. Die kunnen ook ver weg in Rusland of in de China of maar elders. Maar ligt hier ook niet grote verantwoordelijkheid voor grote techbedrijven om veel meer op te kunnen ageren en te zorgen. Laat het dan anders nog even iets anders citeren. Ik gebruik hier even het Algemeen Dagblad die dit verhaal heeft geschreven. Die zeggen. Je hebt dus die kleine filmpjes van allerlei bekende mensen. Dat zijn eigenlijk teasers voor een langere film. Daar kan je dan naartoe. Dat gaat via een Nederlands bedrijf, Verotel, gevestigd in Amsterdam. Die verkoopt dus willens en wetens films van mensen die tegen hun zin gefilmd, of nou ja, in ieder geval tot pornoster verworden zijn. Ja. Dat is toch raar dat allemaal maar... Dat is ook waanzin. Je zou natuurlijk ook als groep BN'ers of slachtoffers kunnen zeggen... nou, wij pakken dat bedrijf zelf wel aan als justitie te lang duurt. Justitie zou daar ook wat aan kunnen doen. Alleen als justitie dat wil doen, dan staat er in de wet... die moet langs de rechtercommissaris. En die moet zeggen, ja, inderdaad, dit is strafbaar, ik verbied het. Hoe lang duurt het, Richard? Dat kan best snel, hè. Als justitie goed gedocumenteerd op pad gaat... daarom zou het wel goed zijn als veel mensen aangifte doen... want dan heeft justitie allerlei...
burgers die zeggen van ja, dit is van mij en ik wil dit helemaal niet, kunnen ze aan de gang. En dan is een rechtercommissaris ook veel sneller genegen om te zeggen, ja, wacht even, ik krijg hier nu 24 aangiftes voor mijn neus. Er zit steeds die Verotel tussen. Daar gaan we wat aan doen. Ik snap overigens heel goed dat we steeds kijken nu naar de wetgeving. Hè. Wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we mensen vervolgen? Moeten we ook zeker doen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we meer en meer moeten gaan kijken van hoe kunnen we zorgen dat het minder gaat geproduceerd worden. Wat je ziet bij cybercriminaliteit is dat er een enorme discrepantie zit tussen de daders en de slachtoffers. Van die daders, hè, dat zijn jongens, meisjes op een zolderkamertje ergens, die denken, oh leuk, ik maak zo'n videootje, wat kan mij het schelen? Kan ik stoer doen misschien bij mijn klasgenootjes? Die hebben niet door wat voor impact het heeft. Hè? Jij hebt het ook gevraagd aan je kamergenoten die op die site staan, wat voor impact het daarbij heeft. En ja, wat was de impact, moet komen, wat? Nou, mensen zijn daar echt waanzinnig van geschrokken. En ik heb vandaag een paar collega's gesproken uit het parlement. Die hebben ook kinderen. En die vragen zich af, ja, hoe ga ik hier thuis mee om? Ja. En het lastige is natuurlijk, dit is natuurlijk ook vrij nieuw. Het gebeurt al een aantal jaren, maar je ziet nu pas eigenlijk dat het grote publiek en er steeds meer mensen mee te maken krijgen. En er zijn onlangs Europese regels ook voor gemaakt dat dit gewoon niet mag. Digital Services Act heet dat. Maar ja, regels betekenen niet zoveel als er niet op gecontroleerd wordt. En ik denk dat wij echt heel erg goed moeten gaan kijken, hoe kan je dat handhaven? En dat zit hem in capaciteit. De zedenrecherche die zal echt veel meer agenten en expertise ook moeten krijgen om dit soort zaken aan te kunnen pakken. Maar ik denk ook dat we als politiek moeten kijken, hoe kun je nou ervoor zorgen dat er de juiste technologie is, dat je al die nepbeelden eruit vist. En dat je dus en maatschappelijk, ook, dat jongeren, maar ook oudere mensen, ja, mensen die dit maken, beseffen, snappen dat het echte impact heeft. Als je met therapeuten praat, die slachtoffers bijstaan, dat heb ik nog even gedaan voordat ik hier naar binnen liep, die zeggen, ja, de gevolgen hiervan zijn vergelijkbaar met real-life misbruik. Dus je kunt paniekaanvallen krijgen, slapeloze nachten, sociale angsten, niet meer naar buiten durven. En dat zie ik ook bij cliënten van mij. Ik had het net met jou erover, dat jij zei van, ik heb het niet gekeken. Ook omdat er een angst kan zijn dat je niet meer naar buiten durft. En dit is dus de reden dat ik vorig jaar dat voorstel heb ingediend om het onder te brengen bij die wet seksuele misdrijven. Ja. Omdat het ook een afschrikwekkende werking moet hebben. Mensen moeten niet denken, oh, dit is een privacy dingetje, als ik even met een meme zit te klooien. Ja. Maar dit betekent gewoon dat vrouwen slapeloze nachten hebben, omdat ze weten en zich beseffen, dit gaat nooit meer weg. Het moet ook gewoon bij het vak maatschappijleer of iets anders op de basisschool moet het al besproken worden. Ja. Dat mensen echt zaten. Het is zo makkelijk geworden om dit te maken. Echt met een foto en een klein beetje software kan iedereen dit in een handomdraai, kan je dit gemaakt hebben, als je maar een beetje kwade zin hebt. Het is niet per se een oproep wat je nu doet, maar je geeft meer aan hoe gemakkelijk het is. Dat inderdaad. En het is zo gemakkelijk geworden dat iedereen het kan. En daarom moeten we denk ik van jongs af aan al mensen bewust maken wat het effect is als je hier dus misbruik maakt. Maar weet je, het gekke is natuurlijk dat als je... Ik ben gewoon een ouderwets iemand, dus ik kom niet veel verder dan mijn eigen Instagram-pagina wat dat betreft. En dan zie ik ook dat allerlei vrienden het leuk vinden om zichzelf af te beelden als een of andere popster. En dan kunnen ze opeens ook meezingen en wat dan ook. Wij spelen natuurlijk de hele tijd met elkaar ook met wat is echt en wat is niet echt. En kijk mij eens even grappig zijn of heb je deze app al gezien? Dat we raken misschien ook wel steeds meer eraan gewend. Dat wat we zien, dat niet per se echt is. Ja, nee, dat ben ik ook met je eens. Die grens is natuurlijk best wel vaag geworden, toch? Ook met hoe je jezelf bewerkt en waar je zelf in kan shoppen. Dus, maar in deze zin wordt het natuurlijk wel echt gewoon... ik kom niet uit een heel streng islamitische omgeving, maar familieleden van mij bijvoorbeeld wel. En dan zouden de gevolgen extreem zijn als ze zouden denken dat hun dochter in een pornofilm speelt. Want zij kunnen dat ook niet onderscheiden. De werkelijkheid versus deze AI-technologie. En dan zou je misschien wel zelfs op een soort van eerwraak uitkomen of zo. Dus ik vind dat daar zo'n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt om gewoon elkaar te waarschuwen voor de impact hiervan. Ja. Vind je het toch niet, als je Richard Korver naast jou hoort en die zegt, hoe meer mensen aangifte doen, hoe beter het is, dat je dan niet toch uiteindelijk wel die aangifte moet doen? Oh ja, nee, maar je had mij die vraag nog niet gesteld. Ik ga zeker aangifte doen. Niet voor mezelf. Nee, niet voor mezelf. Maar omdat ik wel vind dat ik ook een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid heb om dit veel hoger op de agenda te krijgen. Want hier staan dan 10, 20 BN'ers in of mensen uit de politiek. Maar het gebeurt natuurlijk op veel grotere schaal, gewoon normale burgers. En daar moeten we, denk ik, juist voor waken. Dat mensen op hele jonge leeftijd echt misbruikt worden hier. En daardoor op lange termijn gewoon echt schade aan ondervinden. Ja, die aangifte doe je ook niet voor jezelf. Je doet het echt voor het grotere geheel. Want de kans dat die daders gepakt worden is helaas gewoon best wel klein. Ja, maar dat moet je ook niet zeggen, want dat demotiveert mij dus enorm. Nee, maar dat is niet zo. Ja. Want als je dat dus wel doet en de politie weet hoe groot het probleem is, dan is de motivatie en het budget worden groter. De daders, de makers, dat is één ding. Maar wat Jeroen net zei, zo'n facilitator, een bedrijf wat ervoor zorgt dat het uiteindelijk op een website komt en online komt, als je die gaat aanpakken, dan zul je zien dat die commerciële uitingen heel snel kleiner worden. Ja. Dank jullie wel.